Jimmy, je hebt eigenlijk wel heel mooi werk, toch? Ik heb een hartstikke mooi beroep. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Is dat zo? Ja, zeker weten. Ja. Dat is altijd wat ik wilde worden. Ik wilde altijd mensen adviseren met mooie kleding. Ja. Dus daar hou ik van. En ik ben trots dat ik dit op deze manier mag doen. Jij ziet denk ik ook alleen maar vrolijke gezichten toch in jouw zaak, want ze komen voor kleding. Ja, klopt. Absoluut. Natuurlijk mensen, het is meer dat je een voldaan gevoel hebt achteraf. Hè, als mensen een kledingset bij jou hebben, dat ze dan voor de spiegel staan en dat ze zeggen van ja, dit is het. Dit is de set. Dus we maken mensen echt blij als ze bij ons zijn. Ja. Dat is echt wat we doen. En wat voor gevoel geeft dat jou? Nou, het is... Kijk, ik hou van mensen. Mijn passie is om mensen aan te kleden. Dus op het moment dat ik zie dat iemand voor de spiegel staat en gewoon geniet van de combinatie die hij heeft uitgekozen, ja, daar word ik echt blij van. Ja, prachtige locatie, hè, de Raampoortstraat. Ja, zeker. Rotterdamse kan het denk ik niet. Hè, bij de Hofbogen. Ja, fantastische locatie. Je kunt er makkelijk voor de deur parkeren. We zitten toch in de stad, maar toch in de buurt van de snelweg. Er is altijd parkeerplek. En ja, mensen zijn altijd van harte welkom om een lekkere espresso bij ons te drinken. Ja. Wat is er voor jou veranderd in de afgelopen 2 jaar in coronatijd? Poeh, er is echt veel veranderd. Is dat zo? Absoluut. Wij zijn in 2019 hebben wij onze beste jaar ever gedaan. Dat mensen in de rij stonden om pakken aan te schaffen. En ik hoef je niet te vertellen dat in de COVID-periode dat mensen natuurlijk iets minder pakken zijn gaan dragen. Mm-hmm. Maar we hebben als bedrijf er goed op ingespeeld. We hebben een fantastische casual collectie gemaakt. We hebben een city look gecreëerd. Wat je dus dagelijks kan dragen en op verschillende manieren kan combineren. Ja, we hebben echt het bedrijf overeind weten te houden. En we zijn gezonder dan ooit, maar ook sterker en scherper dan ooit. Ja, ik heb gehoord, dus ik heb het gelezen eigenlijk meer, dat de binnenvoering van een maatpak belangrijker is geworden in coronatijd. Wat kan je daarover zeggen? Nou, het is niet de binnenvoering. We zijn veel meer dingen gaan personaliseren. We drinken geen koffie meer, maar we drinken een latte macchiato met iets erin. Alles is gewoon wat meer op de persoon afgericht. En dat is natuurlijk bij het samenstellen van een pak. Waarom zou je een pak kopen in de winkel die voor iedereen is gemaakt, als je een pak kan kopen bij ons die speciaal voor jou is gemaakt? Juist. En vandaar dat we dat soort specifieke argumenten van het pak wat meer onder de aandacht brengen. Ja, we gaan heel langzaam naar het voorjaar en naar de zomer. Wat zijn een beetje trends nu in 2022? Ja, het dragen van een colbert met een leuke spijkerbroek of een chino, dat is iets wat we ongelooflijk veel zien. De kleuren zoals zand en een beetje cerise, bordeaux, oud roze, dat zien we heel veel. Ja, en we gaan ook in het najaar gaan we gewoon veel kleur zien. Uiteindelijk, gelukkig is die COVID-periode hopelijk een beetje afgerond en dan krijgen we iets meer kleur in ons leven. Ja, waar doe jij je ideeën op eigenlijk? We gingen een paar keer per jaar naar Italië toe om daar veel inspiratie op te snuiven. We zijn toevallig 2 weken geleden zijn we geweest, na een lange periode. Ja, het is fantastisch om er te zijn, om vooral te zien wat het sprezzatura is. Dus op de manier hoe je een pak draagt en in welke kleuren. Ja, daar gaan wij naartoe om veel inspiratie op te halen. En ik ben net terug van een hele vermoeiende, maar energiegevende campagne voor onze fotoshoot voor dit jaar.